Het feit dat wij 140 jaar Panorama Mestdag vieren is natuurlijk fantastisch dat we dat kunnen vieren. Maar we vinden het ook heel bijzonder dat we gewoon eigenlijk 140 jaar geschiedenis van de stad en ook van Scheveningen kunnen vieren. Panorama Mestdag viert dit jaar het 140-jarig jubileum van het kunstwerk Panorama van Scheveningen. Een goed moment om samen met directeur Minke Schat terug te blikken op de afgelopen 140 jaar. Hoe bijzonder is het dat een museum haar 140-jarig jubileum viert? Ja, dat is heel bijzonder. En voor ons museum, een privaat museum, is het extra bijzonder. Want private musea, ja, dit is eigenlijk het begin, zeg maar, van de musea. En het verzamelen van ander werk, een eigen privaat museum oprichten, dat gebeurde in die tijd niet zoveel. En met het Panorama Mestdag, dat is hij iets later museumdirecteur van geworden. En dat is de collectie van eigen persoonlijke werken, maar dat is vrij bijzonder dat het zo lang nog bestaat en nog zo goed geconserveerd is gebleven, ook in de oude staat. Het feit dat wij 140 jaar Panorama Mestdag vieren is natuurlijk fantastisch, dat we dat kunnen vieren. Maar we vinden het ook heel bijzonder dat we gewoon eigenlijk 140 jaar geschiedenis van de stad en ook van Scheveningen kunnen vieren. En ja, dat we daarmee gewoon eigenlijk verbonden zijn met de stad is voor ons ook heel erg belangrijk. Het is een tijdsdocument voor de stad, maar ook van nationale importantie. Het werk van Mestdag laat dus ook zien hoe Den Haag en Scheveningen er jaren geleden uitzagen en wat er met de tijd veranderd is. Uiteraard bekeken met de blik van Mestdag. Achter mij zie je bijvoorbeeld na de storm geschilderd. Maar dat je dan ziet dat die hele vloot van bomschuiten, eigenlijk het brood op de plank van de mensen in Scheveningen, dat lag in puin. En daar moest een oplossing voor gevonden worden. Dus er werd gesproken om een oplossing met een haven. En Mestdag dacht, mijn maagdelijke geliefde Scheveningen, straks is dat gewoon anders, wordt daar gebouwd, gaan ze daarmee, worden dingen afgegraven. En dat was voor hem een intrinsieke motivatie om dat vast te leggen en in een panorama. Dus dat is ook wat hij heeft willen doen en waarom hij ja heeft gezegd. Desondanks dat de musea voorlopig nog gesloten moeten blijven, pakt het Panorama Mestdag toch flink uit tijdens dit jubileumjaar. Nou, we trappen af met de lancering van een gouden boekje, waarbij aap en mol in Museum Panorama Mestdag avonturen beleven. En verder, voor de minder jeugdige bezoekers, maar natuurlijk is het Panorama Mestdag van alle tijden, organiseren we 4 tentoonstellingen met een panoramische blik van toen en nu. 2 19e-eeuwse tentoonstellingen en 2 hedendaagse tentoonstellingen.